Ja, kinderen, hier zijn we dan weer. Op een nieuw net weliswaar, want we zitten nu op het kanaal van het Kindernet. En we heten Color Kind. Iedere woensdag beginnen we om 4 uur en dan nog een keer om 7 uur en dan nog een keer heel laat om 10 uur 's avonds. Maar dan liggen jullie waarschijnlijk al op bed. Alle kinderen van alle kleuren en alle culturen mogen met ons programma meedoen. Ben jij ook op vakantie geweest? Waar ben je naartoe geweest? Vandaag gaan we luisteren en kijken naar vakantieverhalen. Je zult maar in Spanje wonen, maar jaarlijks bij je opa en je oma op bezoek gaan. En dan kijk je naar de televisie en dan zie je dat je mee mag doen. Onze Desiree besloot dat ze mee wilde doen met ons programma. En hier laat ze dan een echte Spaanse dans zien. Nou, is dat moeilijk? Of is dat niet moeilijk? We zijn ook op bezoek geweest bij de zeilschool in Slotermeer. En we gaan eens kijken hoe de vakantie er daaraan toe ging. Hey kinderen, ik ben Marit en ik sta op een zeilschool in de Sloterplas in Amsterdam. En er staan hier allemaal jongetjes en die hebben allemaal speciale pakken aan. En die gaan leuke dingen doen en dan gaan ze ons even vertellen. Wat gaan jullie doen? Surfen. Wat is surfen dan? Dan sta je op een plank en dan ga je... Eén tegelijk. Op een plank met een zeil. Ja. Oh, en dat kunnen jullie al? Nou, ja, best. Best. Ja. Hebben jullie dat hier geleerd? Ja. En wat hebben jullie nog meer geleerd hier? Kanoën, zeilen. En doen jullie dat elke dag of heel de week of heel de maand? Elke dag. Verschillende dag, dan gaan we kanoën, dan gaan we surfen en dan gaan we zeilen. Ja. En vind je het leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan hier dan? Nou, het is gewoon spelen en alles. En je kunt gewoon met allerlei kinderen, je kunt zwemmen en alles. Het is gewoon leuk. Oké, nou we gaan jullie zo even filmen. Is dat goed? Nou, jullie zien het kinderen, ik ben natuurlijk ook weer van de partij. Nu zit Marit achter de camera en eigenlijk wat jullie zien, wat jullie op het beeld zien, dat film ik dan achter de camera. Dus Marit en ik maken samen dat kinderprogramma. Nou, dit kinderprogramma gaat natuurlijk over de vakantie, want iedereen heeft nog steeds vakantie. Ik niet, Marit ook niet meer, want wij moeten hard werken. Maar de kinderen zijn nog op vakantie. En deze zeilschool, daarnet hebben jullie die prachtige boot gezien. Maar we gaan nu eens even kijken naar de surfers. Want je kunt ook surfen op de Slotenplas. En eens even kijken achter me, waar zijn ze? Oh kijk, daar zie je ze. Daar zijn ze al aan het surfen. Nou, dat is helemaal geen makkelijke sport. Want ten eerste heb je er natuurlijk veel wind voor nodig. Nou, dat staat er wel vandaan, want jullie zijn mijn haren net wapperen. Maar je moet, zoals je ziet, ops, daar gaan ze in het water. Het lukt dus niet altijd. Nou, we gaan nog eens kijken hoe ze dat hier samen doen. Ze zeiden dat het goed ging, maar daarna vlogen ze gelijk het water. Hier gaan ze weer. Ik geloof niet dat het zo hoort. Volgens mij moet je op die plank blijven staan, zoals daar achter. Nou ja. Wat moet je nou doen als het zeil over je heen valt? Ja, dan moet je, Rufus, als hij eruit is, dan moet je hem even met de top omhoog doen. Want er zit allemaal water in de mast. Even een topje naar boven, juist. Goed zo, dan loopt het water eruit. Keurig. Hey, goed zo jongens. Erik, ga eens goed staan, Arjen. Met je been achter de mast. Juist. Rechtop staan. Keurig.
Dat gaat goed. Wat zeg je? Ja, maar het waait gewoon niet zo hard, man. Gaat het goed? Rufus, Rufus, het is makkelijker als jij gewoon gaat zitten. Dan kan Matthijs surfen. Juist, kijk eens, keurig. Dat gaat goed. Hou vast. Dat is jammer. Goed zo, Matthijs, keurig, man. Goed zo, jongens. Hey. Ja, jongen. Ja, dan moet je even je voet erop houden. Het is allemaal verteld. Wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier op zeilkamp. En wat doe je er allemaal? Surfen, kanoën, zeilen. Dat? Nee. Dat lijkt me hartstikke leuk. En wat ga je nu doen? We gaan nu in die grote boot met z'n allen roeien. Hebben jullie dat geleerd? Ja. En moet je dan alleen roeien of heeft iedereen zo'n, hoe heet het? Ja? Best veel kinderen. Al deze kinderen hier, die gaan dus in zo'n grote boot en dan gaan ze roeien. En hoeveel kinderen zijn er? 15. En heb je vriendinnetjes meegenomen? Nou, niet meegenomen, maar hier heb ik wel vriendinnetjes gemaakt. Oh, dus dat doe je ook nog. Dus je leert niet alleen zeilen en surfen, maar je leert ook nog vriendinnetjes maken. Ja, een beetje. Ja. En hoe heet dat ding wat je in je hand hebt? Een roeispaan. Dat is een roeispaan. En hoe heet die boot waar je in gaat? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Zullen we dat aan de juffrouw vragen? Zullen we even aan de juffrouw vragen? Oh, ze zegt het voor. Heb je het gehoord? Koreaal. Koreaal heet die bad. Nou, we gaan jullie een stukje volgen. Leuk? Ja. Oké. Ik vind het wel leuk. Hoe heet jij? Ik heet Mark. En Mark, waarom vind je het hier leuk? Omdat je kan hier alles leren en ik vind het gewoon leuk. En wat heb jij nou geleerd hier? Ik heb leren surfen, leren kanoën, leren zeilen en roeien. Wat vind je het allerleukste? Ik vind het allerleukste surfen. Waarom? Omdat daar kan je meer vallen en ik vind water wat lekkerder dan droog zijn. Hallo. Wat moet ik zeggen? Hoe je het hier vindt? Ik weet niet wat te zeggen. Hallo. Nou, ik ga nu. Wat is er? De boot gaat weg. De boot gaat weg. Nou, pech. Hallo. Nee, hoor. Met Sanne. Je wacht wel op ons. Ik ben op zeilkamp omdat ik allemaal dingen wil leren over kanoën, surfen en roeien. Ja, en daarom. En daarom. Nu gaan we roeien met de groene draak, zo heet onze boot. En we hebben al gekanoed en gesurfd en gezeild. En die hond daar, weet. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Hij is heel lief. Nou, er zijn geen andere dieren meer. En gisteren toen we gingen surfen moesten we die pakken aan. Maar ik had een heel koud pak. Ik had een grote mensenpak aan. Daarom zat het niet zo lekker.
was een beetje te groot. Nou, dat was het. Dank je. In New York alleen. Wat is met Dirk mee? Alleen. Wat is met Dirk mee? Mijn zus. Nee, dat is bij mijn zus. Ja, jongens, even instoppen. Is het bij jouw zus? Ja. Mijn Nienke, mijn zus, die is alleen met de vliegtuig gegaan. En zij is ook alleen met de vliegtuig naar Nederland. Hoe oud is Nienke nu? Die is geen 12 dan. In Nederland. Ja, precies. Maar dan kwamen ze hem toch ophalen op het station? Of heet het geen station? Hoe heet dat daar als je op vliegtuig aankomt? Station, hoe heet het daar? Nee. Jongens, luister, als je in je bootje zit, hè, luister, als we met z'n tienen in een boot zitten en we hebben die perrel zo, Ganna, dan hou je je perrel voor je neus in het water. Oh, nee, niet in het water, maar in de boot. Zoals Raf hem heeft. Zoals Raf hem heeft. En zoals Derk hem heeft. En zoals Floris hem heeft. En zoals Leonie hem heeft. Goed zo. Rowan, goed zo. Past het niet allemaal? Hé, hey, wacht even. Wacht, moet jij niet naast tussen Mark en Ganna? Nee. Wie zat er tussen jullie in? Weet ik niet. Oh. Boris misschien. Misschien hoort Boris bij jullie. Ik ben Jay! Roep hem maar. Boris! Boris! Maar zij zat hier in. Boris! Zij zat hier in. Boris! Nee. Boris! Oké, okay, zijn we er klaar voor? Boris. Jongens, luister. Ik zal even de commando's doornemen. Boris! Stuurboord weten we. Wat is stuurboord? Rechts. Nee. Iedereen een stuurboord. Vingertjes omhoog. Bonita, ben jij een stuurboord of ben jij middenboord? Jij bent middenboord, hè? Ja. Nou dan. Ik ben bakboord. Bakboord, vingertjes omhoog. Heel goed. En middenboord, handjes omhoog. Middenboord, handjes omhoog. En met handjes omhoog bedoel ik? Jij bent alles. Luister, commando zwaai. Dat wil zeggen. Perl zo omhoog. Allemaal, commando zwaai. Commando zwaai. En als je hem dan zo hebt, dan krijg je... Dat is commando zwaai. Oké. Perls rust. Dat is, commando rust is... In de boot. Het commando perls voor. Dat wil zeggen dat je hem voor je bootje... Of naast je... Voor in het water houdt. Goed zo, Floor. Heel goed. Nou begrijpen we dat als we met z'n allen gaan peddelen in zo'n grote boot, Philip, dat we dan tegelijk met de voorste moeten gaan, hè? Dus we letten altijd op de voorste twee. Als ik zeg, peddels voor, jongens, peddels voor aan bakboord. Wie moet er dan een peddels voorhouden? Juist, en wie kunnen dan de commando's peddel rust houden? Precies, stuurboord, hè? Stuurboord kan gewoon de peddel in het water houden. Oké, jongens, als ik zeg rem, wat moeten we dan doen? Remmen! Ja, maar hoe moeten we dat doen? Achteruit! Heel goed. En achteruit, dat is? Remmen. Maar de belangrijkste commando is commando zwaaien. Commando zwaai! Heel goed. Gaat-ie. Peddels voor, bakboord. Peddels rust, stuurboord. En vooruit, roei. Nee. Alleen bakboord. Stuurboord rust. En roei. En roei. Goed zo. Oké. Nou gaan we een manoeuvre uithalen. Een? Stuurboord. Perls klaar. Maar niet voor, maar achter. Perls achter. Goed zo. Bakboord, perls voor. Stuurboord achteruit. En bakboord vooruit. Pas op jou, Phil. Goed zo. En commando rem. Keurig, jongens. Wat een kanjer zijn het. Dag, jongens. Commando zwaai. Ik hoor niks. Come on.
Lieve kinderen, we zijn vandaag bij een zeilschool in de Slotenplas. En ik ga zo meteen even praten met een instructrice, zo heet dat op mijn zeilschool. En we gaan vragen aan haar hoe lang ze al zeilt en of ze het leuk vindt om jullie les te geven. Ik heb ook ooit eens les gehad in een optimistje, dus heel veel herkenbare dingen. Ook toen ik zo klein was met al die kindertjes. Maar ik moest blijven slapen en hier hoeft dat niet. Dus moesten we in zo'n stapelbed en zo, dat ken je vast wel. Hè? Ja. Hoe heet je? Ik heet Camille. Camille. En hoe lang doe jij al aan zeilen? Toch wel een jaar of 10. 10 jaar. En van wie heb jij het geleerd? Ik heb het van mijn vader geleerd, dat ik nog heel klein was. Maar niet in een optimistje, maar in een piraatje heette dat nog. Ja. Piraatje, dat is zo'n houten met een punt. Ja, het is een houten met een punt en nu hebben we een optimistje en dat is met een plat vierkantje. En wat vaart lekkerder? Nou, ik denk een optimistje. Toch wel. Dat is wat veiliger. En hoeveel kinderen geef jij nou les? Hoeveel? Een heleboel. Van 6 tot 16. Van kleine groepjes tot grote groepen. En doe je dat de hele zomer? Doe je dit voor je plezier? Ja, de hele zomer en voor mijn plezier. En wat vind je nou zo leuk aan kinderen zeilen leren? Met kinderen werken is gewoon heel gezellig. Er gebeuren allemaal gekke dingen op zo'n bootje. Maar ik doe niet alleen zeilen, want we hebben ook kanoën, we hebben surfen, we hebben katamarans. Dus allemaal van die dingen. Het is afwisselend, het is leuk, er gebeurt altijd wat anders. En dat doe je ook buiten. Ja. Ook dat, en al 10 jaar? Ja, al 10 jaar. En het blijft leuk. Maar het is alleen in de zomer, hè? Dus het verveelt niet. En waar komen de kindertjes vandaan? Hier uit de buurt, maar ook Amsterdam-Zuid. Eigenlijk Amsterdam in omstreken. Een beetje Apkoude, Utrecht, die kant op. Ik heb ook begrepen dat kinderen hier steeds weer terugkomen. Ja, ze komen wel vaak terug als ze het leuk gevonden hebben. En dat is meestal wel zo. Ja. Ja, want kinderen, we hebben ook 2 van onze sterren alweer gezien hier. Bonita en Floortje. En die zijn ook voor de 2e keer alweer hier in dezelfde vakantie. Zo leuk vonden ze het. Dus we gaan zo meteen even het water op en we gaan ze eventjes volgen. We gaan nu op weg naar de kinderen op het water met Camille in de boot en 2 van onze honden. En we gaan even kijken hoe de kinderen aan het zeilen en aan het roeien zijn en surfen. Het is een beetje wiebelig. Ik vind het in ieder geval leuk en we hebben hartstikke mooi weer en we hebben er zin in. En zo gebeurt er van alles op het water. En er gebeuren ook een heleboel dingen in onze studio. Daar gaan we eens luisteren hoe de verkinsten kinderen een vakantie hebben gehad. Hallo kinderen, we zijn er vandaag weer en we hebben hier een meisje en die heet? Sharila. Sharila, wat heb jij in je vakantie gedaan? Gezwommen, gekart. Ben je nog ergens geweest? Naar Waterworld en ik ben naar de kartbaan geweest en zo. En ben je niet... Naar Spanje geweest of ergens anders? Ja, naar Spanje. Maar dat in Spanje. Oh, dus je hebt dat in Spanje gedaan? Ja. En in welk pretpark ben je geweest? Ik ben alleen maar naar Waterworld geweest. En wat is dat? Een pretpark? Dat is een pretpark met allemaal glijbanen en zo. En was dat leuk? Jawel, ging wel. Nou, en... heb je nog wat te vertellen? Nee. Heb je niets meer gedaan in je vakantie? Ja, ik heb gezwommen en ik ben bezig karten en alles. En wat deed je met karten? Rijden. Vond je dat wel leuk? Ja. En zwemmen? Ja, het zwemmen was op het dak van het hotel. Heb je in een hotel gezwommen? Ja. Van Spanje? Ja. Heb jij wel eens gekart? Ja, ik heb wel gekart. Hoe hard ging je? Dat weet ik niet meer. Ongeveer? Ik weet het niet meer gewoon. Meer dan 50 kilometer? Denk het niet. En ben je naar het strand geweest in Spanje? Nee, er waren allemaal van die steentjes en daar hou ik niet zo van. En heb je ook niet in de zee gezwommen? Nee. En heb je nog wat gekocht in Spanje? Ja, ik heb dit kettingje gekocht.
En ik heb dit gekregen, dit armbandje gekregen van een meisje. Die heet Nicole, die heb ik daar ontmoet. Oh, dat is wel leuk. Hebben jullie samen gespeeld? Ja, maar ze was 21 of zo. Oh, ze was 21. Ze is wel een beetje oud. Nou, heb je nog wat te vertellen? Nee. Nou dan. Dan is het weer afgelopen. Ook weer terug van weg geweest is Danny. Danny is ook op vakantie geweest. Dan, wat heb jij allemaal in je vakantie gedaan? In mijn vakantie ben ik lekker naar de bioscoop geweest. En we zijn lekker dingetjes gaan doen. Naar welke film ben jij geweest? Naar de Uitwijk, de bioscoop De Uitwijk. En welke film was daar? Welke heb je gezien? De Shakespeare. Shakespeare? Ja. Oh, jeetje, to be or not to be. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan? Nou, dat alleen. Oh, ben je niet naar Spanje geweest bijvoorbeeld? Nee. Dus jij hebt vakantie in eigen land. We hebben nog wel plannen om naar Den Uyl en naar Dolfinarium te gaan. Maar als het maar niet regent. Want anders heb je er eigenlijk niks aan. Ja, tenzij je naar Dolfinarium gaat, want het is overdekt, toch? En als je daar te dicht... Ze hebben daar ook een groot speeltuin. Oh ja, dat klopt inderdaad, ja. En het is tijd om voor jullie even een glaasje limonade of iets lekkers te drinken te halen. Terwijl wij nog even onze logo, want zo heet dat, van Colorkind laten zien. Zometeen gaan we natuurlijk weer naar die fantastische zeilschool. En daar kun je elk jaar naartoe en het kost helemaal niet duur. Maar 100 of 150 gulden per week. En dan ben je er elke dag. Heb jij het nou koud? Ik denk het wel, hè? Niet echt, want dit pak houdt je een beetje warm. Waar is dat pak nou van gemaakt? Weet ik niet. Maar het houdt je echt heel warm. Maar je zit wel een beetje te klappertanden. Wat hè? Je zit een beetje te klappertanden. Ja, het is wel koud, maar je blijft een beetje warm door. Hoe lang zit je nou op het water? Ik weet niet. Uurtje, hooguit. Je zult aan het einde van de dag zullen jullie wel ontzettend veel honger hebben, is dat zo? Soms wel, maar soms ook niet. Als het warm is, dan heb ik niet meer zo honger, maar als het koud is, meestal wel. Is dit nou het eerste jaar dat je dit doet? Nee, mijn vijfde jaar. Je vijfde jaar, dus je kunt het eigenlijk ook al heel goed? Nou, een beetje. Hoe lang doe je er nou over om dit te leren? 3 jaar, en dan kun je het goed. Ga jij nou ook al bijvoorbeeld de zee op of een ander meer alleen? Heb je een surfplank, een eigen surfplank? Nee, ik doe het geen van beide. Ik heb het niet en ik doe het niet. Ben jij nou dit jaar nog op vakantie geweest, behalve dat je in Amsterdam bent gebleven? Ja, naar Zwitserland. En wat heb je daar gedaan? In de bergen gewandeld en naar meer gegaan. Leuk. Hoe heet je eigenlijk? Sander. En je partner? Die heet Casper. Casper.
kende je hem al voor vandaag of voor de week? Vorig jaar wel eens een keer gezien, maar nu is het me echt mijn vriend. Is een leuke vriend? Ja. Waarom zijn jullie vrienden geworden? Omdat hij aardig is en hij vindt mij aardig. Leuk. Ga hem nog even wat vragen. Kasper? Ja? Ben jij nog dit jaar op vakantie geweest? Ja. Ben je naartoe geweest? Corsica. Corsica. En wat heb je daar gedaan? Kneeboard, waterski, allemaal dingen met water en gelopen in de bergen. Hoe lang doe jij dit nu al, dat surfen? Of deze zeilschool? 4 jaar. Dit wordt mijn 4e jaar. Oké, bedankt. Nog veel plezier vandaag. Ja. Dankjewel. Dag. Kijk eens, ik heb het teruggebracht op Bali. Ja, dat is heel beetje surfen. Zo jongens, lekker gesurfd ook. Die zwaait alle kanten op. We gaan nu naar de eilandjes hier zo achter. Daar liggen ze nu allemaal met de katamaran. Want iedereen krijgt opnieuw instructies, want het gaat veel harder waaien. Hoe hard denk je dat het nu waait? Ik denk dat het toe gaat naar de windkracht 4 met het vlaagje straks. Dus dat is oppassen altijd. En wat gaan de kinderen nu doen? Mogen ze dan alleen met groot zeil of zo varen? Ik weet niet. Misschien gaan ze helemaal aftuigen dat ze teruggesleept worden. Ik weet niet wat die van plan is. Ja, we gaan gewoon even kijken. In ieder geval, het wordt steeds spannender. Het gaat harder waaien.
En het grootzeil, dat is dat hele grote zeil wat je hebt als je dichtbij zit bij het roer. En daarvoorop, het kleine zeiltje, dat is de fok. En we gaan even bij de kinderen kijken. Het is hier bijna windstil. Ja. We zitten nu op een eilandje ergens. De honden staan ook weer op de uitkijk. Want we hebben net alle kinderen van het water afgesleept met de bootjes. Oh kijk, ze hebben allemaal hun zeil naar beneden gegaan. Ja, dus iedereen heeft de zeilen naar beneden gehaald. Is dit speciaal voor jullie gemaakt hier zo? Nee, dit is een soort vogelreservaat voor de vogeltjes. Want het is hier een beetje een stiltegebied. Je mag eigenlijk ook niet zo heel hard doorheen varen met je motorbootje. Want de ganzen die broeden hier op die eilanden en er wonen hier ook schildpadjes. Oh, kijk, dat zijn dezelfde meisjes van de net. Die zaten net in de problemen. Nu niet meer. Nu zijn ze aan het zonnen. Lekker genieten, hè, zo. Jason, je fok hangt in het water. Wil je die er even uithalen? Je moet natuurlijk op heel veel dingen letten tegelijk, hè, op zo'n boot. Ja, ook grootzeil, touwtjes hier, dat je niet daarover valt. Trampolines, roertjes die losschieten bij katamarans. Van alles. Paniektoestanden. Kan gebeuren, ja. En wat moeten de kinderen dan doen? Gewoon kalm blijven. Want, altijd kalm blijven. Ja, want echt iets gebeuren kan er natuurlijk niet. Dus noods een nat pak dat je in het water valt. Maar ja, dat is alleen maar leuk. Niet wrikken, Valentijn. Gaat je roer kapot van. Je kent al die kinderen ook bij naam. Ja. Hoe doe je dat dan? Dat is gezellig. Want anders is het toch niet leuk als ik... Hé, jij daar. Dat is niet gezellig. Dus ik probeer zo snel mogelijk alle namen in mijn hoofd te krijgen. Zodat ik gewoon ze bij hun naam kan noemen. En nu gaan ze allemaal op één punt verzamelen. Nu allemaal verzamelen en dan denk ik dat Wolf, die jongen in die andere motorboot, de nieuwe opdrachten gaat geven. En Wolf, die ken je al heel lang, want? Ja, Wolf die kwam hier al vanaf dat hij 6 jaar is. Hij was een van onze eerste leerlingen. Toen wij net open gingen, kwam Wolf in zijn zwembroekje naar beneden, de trap af. En hij is nooit meer weggegaan. Zo leuk vond hij het hier. En nu is hij de knapste zeilinstructeur bij jullie op de zeilschool? Denk het wel. Zo moet je aan de meisjes vragen. Hij ziet er in ieder geval heel stoer uit. Kijk, dit zijn de grote kinderen. Ja. Hierin en dan meteen naar links. Maar je kan ook weer omheen en dan naar rechts. Kijk, dit zijn allemaal wat grotere kinderen vanaf een jaar of 13. Ja. Zo, als je 13 jaar bent, dan mag je op de katamaran. En waarom heet het eigenlijk katamaran? Weet je dat? Nee. Het speciale kenmerk van de katamaran is in ieder geval dat hij 2 drijvers heeft en een trampoline ertussen. En dan noem je een boot de katamaran. Dat was van het Grieks van kata en mara. Ik weet het, kata dat is tussen. Dus er zal wel iets met de zee ertussen. Dus dat de zee tussen de boten door kan. Denk ik. Uit het Grieks vertaald. Je spreekt Grieks? Nou, spreek het niet, maar ik heb het wel gehad op school vroeger. Je gaat wel om, hè, Marlinde? Je had ook zo. Maak even een fokkenzak. Nou, het begint een beetje te waaien. Nee, je hoeft niet terug te spelen. Ik denk dat Wolf jullie gaat slepen. Maar het begint een beetje vlagerig te worden. En voordat er... Oh, stuur eens naar de kamier. Waarom? Wat ga je mij doen dan? Oh, je wil nu meteen naar Bel. Wie weet hoe laat het is. Hartstikke goed. Mieg, wil je heel erg gewoon. Kijk, is het kindernet? Kijk, dan kom ik tv. Nee, jouw knippen. Kom, ik ga wel even. Oh, ga je nou je best doen? Gaan we tof doen of zo? Ja. Het ging echt zo, jongens. Michael, grootste naar beneden. Jullie mogen zo nog even wat vertellen allemaal, ja? Ja, graag. Ja, weet ik. Vertel over vakantie, Michael. Ja. Dat je liever hier bent dan dat je in Zwitserland bent.
Pas op je joystick. Mis je er nog één, Wolf? Mis je er nog één? Mis je nog een katamaran? Ga je staan? Je mist er nog één. En jullie zien het, terwijl hier hard gewerkt wordt om de zeilen naar beneden te halen en nieuwe instructies te krijgen wat er dan moet gaan gebeuren, gaan we weer eens even terug naar de studio waar Bonita en Desiree in gesprek hebben. Hallo kinderen, hier zijn we weer met een nieuw programma. En vandaag hebben we... Bonita. Bonita, waar komt die naam vandaan? Uit Spanje. En wat betekent dat? Mooi. Mooi. En woon jij in Spanje? Nee. Ik heb er alleen 2 jaar op Gran Canaria gewoond. Dus je hebt er wel gewoond? Nou, heel eventjes. Heel eventjes. En ben je naar het strand geweest? Waar naartoe? Naar het strand. Tuurlijk. Vond je dat wel leuk? Ja, daar is een hele mooie zee en zo is ook heel helder. En heb je een paar schelpen gevonden? Ja, 1 schelp heb ik gevonden, maar die ben ik nu al kwijt. Dat is een hele mooie schelp. Hoe zag hij eruit? Nou, een soort torentje was het, weet je wel, zo'n torenschelp. Zo van daar, van heel klein, groot. Oh ja, die heb ik ook in mijn land. Nou, wat heb je nog meer gedaan in Spanje? Ja, toen was ik nog heel klein, even denken hoor. Ja, ik heb ook een hele leuke knuffel gekregen en daar sliep ik toen ik 4 of 5 was altijd mee in bed. En hoeveel jaar was je in Spanje gebleven? Ik denk 2 tot mijn 4e of zo. Dat je 4, dus je hebt heel... Waar heb je je verjaardag gevierd? In Spanje. Maar in je huis? Hoe bedoel je in je huis? Heb je het gevierd in je huis of heb je het in McDonald's gevierd? Oh, in mijn huis. In je huis. En had je daar wel een paar vriendinnen? Nou, nee. Ook geen vriendjes? Nee. Oh, en is je vader Spaans? Nee. En je moeder? Ook niet. Jullie gingen gewoon maar even op vakantie? Ja, volgens mij wel. En je vond het dus heel leuk. Ja. En wat hebben jullie nog meer gedaan? Ja, dat zei ik net al. Het was een hele tijd geleden, dus ik weet verder niet meer. Dus je weet niets meer. Heb je nog iets interessants te vertellen? Over Spanje? Of hier in Nederland? Ja, ik ben met de vakantie ben ik naar de zeilkamp geweest. En wat deed je daar? Nou, ik leerde daar zeilen, surfen en kanoën. Wat vond je het leukste? Surfen. Surfen, waarom? Nou, het was heel erg leuk, omdat je dan kreeg je zo'n surfpak aan. En dan viel ik, had ik er 2 keer op gestaan en dan viel ik zo in het water. En dan kon je niet staan en dan moest je het zelf zo van je afduwen. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Vond je dat wel leuk en kon je niet verdrinken? Nee. En wat had je daar nog meer gedaan? Nou, met kanoën was een soort estafette van kanoën. Dan moest je allerlei dingetjes doen. En ging bijvoorbeeld naar de ene meester en die zei, je moet op je rug in de kano gaan liggen en zo. En wat heb je hier in Nederland gedaan? Ben je nog naar de bioscoop geweest, naar een pretpark? Ja, ik ben naar de bioscoop geen film geweest van De Kabouterschat. De Kabouterschat? Waar ging dat over? Ja, over een schat van de kabouters. En hoe heette die kabouters? Plop. Oh, dus je bent naar een film gegaan van Plop. En was dat heel erg leuk?
Nou, het was eerst een beetje saai, maar daarna was het wel weer spannend. Toen was het weer saai en zo. Oh, wat leuk. En heb je niets meer gedaan? In vakantie. Jawel, ik ben naar de camping ook geweest. En wat deed je daar? Ik probeerde een te groot zeil op een surfplank omhoog te krijgen, maar dat lukt niet erg. En ik ben naar de kinddisco geweest. En ik ben naar bingo daar geweest. En ik heb midget gekocht. We zijn verderop in het park. Dan doen we een nieuwtje van de rolleiland. Ja, kinderen, en als we gesurfd hebben, dan moeten we natuurlijk ook onze rommel opruimen. En dat doen we met z'n allen. En dan wordt het hartstikke leuk. Zelfs vervelende dingen kunnen dus heel erg leuk zijn. Nou, dat gaat hartstikke handig als je dat met z'n allen doet natuurlijk. Eén dingetje. Jasper, je bent wel een beetje van de doof vandaag, hoor. Hé, waar moet deze... Ja, heel goed, dat moet je zien. Die moeten wij dan ook kunnen kijken. Ik vind het klein. Ga je de handen, hè? Wacht, die niet zijn op achterhandjes. Hop. Ik kan ook zo, jong. Waarom moet je douchen? Douchen lekker. Anders, we moeten toch zwemmen. Ik kan
Droog? Is hij nat of droog? Ja, oké, ik ben Jolande en dit is Michael. En ik ga hem even interviewen. Oké, wat vond je van het zeilen vandaag? Leuk, het was een harde wind, dus we gingen erg hard en schuin. En dat vond ik wel leuk. Oké, Ja, je moet even doen. Oké, hoe lang kom je hier al? Ik kom hier nu voor mijn 5e jaar. En vind je het leuk? Ja, ik kom hier al vaak omdat ik het leuk vind hier. En hoeveelste week is dit hier? Dit is al mijn 5e week hier, maar dat komt ook door omstandigheden dat ik hier al zo lang ben. Wat vind je nou het leukste wat ze hier doen op de zeilschool? Ik vind katamarenzeilen met een harde wind vind ik het leukste hier. En als er nou geen harde wind staat? Dan is alles wel leuk. Kanoën, zeilen, surfen, van alles. Ik vraag me wel stellen. Oké. Nou, hoe vind jij het hier op deze zeilschool? Ja, heel leuk, anders zou ik hier niet komen. En wat vind je van de instructeurs hier? Ze zijn allemaal heel erg aardig. En het zeilen hier, wat doe je het liefst hier? Katamaran zeilen. En de rest is ook leuk hier? Ja, behalve kanoën. Oh ja, kanoën is niet leuk. En hoe lang kom je hier al? Dit is mijn 5e jaar. En je kan best wel goed zeilen, of niet? Ja. En doe je ook wel eens najaarscursus hier en zo? En anders dan alleen in de zomervakantie? Ja, ik doe heel vaak. Ik doe bijna elk jaar najaarscursus. Dus, En hoe lang kom je dan gemiddeld per zomervakantie hier? 1 of 2 of 3 weken of zo? Ja, 1 of 2 weken. Ah ja, en verder wist ik niks meer. Ja, hoe vaak ben je hier al geweest? Dit is nu zeg maar mijn 2e week van deze vakantie. Nou, ik was ziek geweest en nu kom ik zeg maar inhalen. En jij? Ik ben al niet vorig jaar was ik, niet vorig jaar, maar daarvoor was ik 3 keer een week gegaan. En nou, ik vind het nog steeds leuk. En jij? Ja, ik vind het ook heel leuk. Vooral de katamaran. Want nou, dan ga je heel erg snel. En met z'n tweeën kan je ook heel erg schuin gaan. En nou, dat is echt leuk hoor. En jij, wat vind jij het leukst? Vandaag ben ik voor het eerst op de katamaran geweest. En ik vond het heel leuk. En ik vind surfen ook heel leuk. Ben je van plan nog een keer te gaan? Ik weet niet, dat weet ik nog eigenlijk niet. Maar ik vind het wel leuk, heel leuk. Hoe heet jij? Ik heet Marlinde. Ja. Marlinde, ben je nou ook nog naar een ander land geweest dit jaar of ben je in Nederland gebleven? Ik ben 4 weken naar Italië geweest. 2 weken zijn we op een soort camping onder Rome geweest. En 2 weken in een camping in Toscane. Wat heb je daar gedaan? Gezwommen, veel, want er was een zwembad. En naar de disco gegaan. En steden bezocht als Rome en Florence. En het was heel leuk. En jij heet? Armella. Ben jij nog met vakantie geweest dit jaar? Ik hoorde dat je ziek bent geweest. Wat heb je gehad? Vertel eens. Ja, ik was 2 dagen ziek, maar verder was niet echt speciaal. Maar ik ben 3 weken in Frankrijk geweest, in Bretagne. En daar waren ook heel veel zeilboten en zo, want we waren langs de kust. Dus nou, en volgend jaar ga ik waarschijnlijk daar een kamp doen. Maar ik wil wel, nou, als het kan, zou ik ook nog wel een week hier kunnen, omdat het heel gezellig is en zo. Ik vind de sfeer hier hartstikke goed. En
Omdat je hoeft hier niet te slapen, dus je zit nergens aan vast of zo. Je kan gewoon 's avonds lekker naar huis. En je kan hier gewoon lekker zijn en zo. En in tegenstelling tot andere zeilkampen, daar blijf je slapen. En als het dan niet leuk is, zit je er toch een week aan vast. En ik kom hier gewoon, ik mag hier van alles doen. Vaak kan je ook gewoon je eigen stem in, keuze inbrengen en zo. En mijn doel hier is toch wel gewoon om hier les te gaan geven. Hi jongens en meisjes, als jullie denken van goh, dit is het helemaal, hier heb ik zin in. Maar helaas, dit jaar is het al voorbij, want de zomer is afgelopen. Dan volgend jaar weer, van maandag tot en met vrijdag, ben je van harte welkom op Zeilschool De Duikelaar. Ik zal even het telefoonnummer geven, 613 88 55 in Amsterdam. We gaan dan van alles doen, zeilen, zwemmen, surfen, kanoën. Van 10 tot 4 duren de lessen, van maandag tot en met vrijdag. Ja, en dat was dan de zeilschool. We gaan weer eens even in Amsterdam kijken wat de mensen daar met hun vakantie hebben gedaan. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Wat heeft u in uw vakantie gedaan? Ik ben naar Frankrijk geweest. En wat heeft u daar gedaan? Gekampeerd. Vond u dat leuk? Ja. En hoeveel dagen zijn jullie gebleven? We zijn 3 weken geweest. 3 weken? Ja. U alleen of met iemand anders? Met mijn man. Hebben ja. jullie geen kinderen? Nee. Oh, en wat is uw lievelingssport? Mijn wat? Lievelingssport. Mijn pot. Sport. Ja. Sport, badminton. Badminton. En waarom? Omdat ik dat een leuke sport vind. Goed, ik ga er nu vandoor, want anders... Oké. Dag. Marit, mag ik eens kijken? Mevrouw, mogen we u iets vragen? Meneer, mogen we u iets vragen? Kom straks dan. Mogen we u iets vragen? Wat heb je in de vakantie gedaan? Heel veel dingen. Zoals wat? Gezwommen. We zijn naar het land van ooit geweest. In het land van ooit. En nog ergens hier in Nederland gedaan? Ja, het land van ooit. Het is Nederland. Het heet eigenlijk wel een apart land, maar het is heel leuk geweest. Niet naar Disneyland of zo? Nee, we zijn niet naar Disneyland geweest. Wij gaan... Gisteren zijn we bij de Julianatoren geweest. Dat was ook heel erg leuk, toch? En, maar jullie zijn niet naar Dolfinarium of zo geweest? Nee. Daar zijn we niet naartoe geweest. We hebben ook nog aan de kust geweest. De jongens die hebben nog gezwommen in zee. We zijn naar de camping geweest. Nou, verder zijn we dagjes uit geweest. Hier in Nederland? Ja. Ja, allemaal in Nederland. Hebben jullie nog iets gekocht? Ja, een heleboel dingen. Een heleboel dingen hebben we gekocht. Hoeveel? Snoepgoed, we hebben eten gekocht. En surprises allemaal. En hij heeft net een portemonnee gekocht voor zijn eigen zakgeld. Mooi, nee. Wie is er hier knap? hun. Kom. Hier. Mevrouw, mogen we iets vragen? Tuurlijk. Wat doet u in de vakantie? Werken. Oh. En als u in uw vrije tijd? In mijn vrije tijd ga ik winkelen of ik ga met mijn vrienden iets leuks doen naar de bioscoop of zo. Doet u wel sport? Ik fiets naar school. Voor de rest niet. Oké. Oké, waar staat het? Ja. Oké, fijne dag verder. Mevrouw, mogen wij iets vragen? Tuurlijk. Wat doet u in een vakantie? In mijn vakantie? Ja. Nou, deze vakantie zijn we verhuisd. Dus we hebben alleen maar verhuisd deze vakantie. Maar normaal gaan we kamperen. Wat doet u in uw vrije tijd? In mijn vrije tijd? Nou, niet zoveel. Beetje boekjes lezen, skaten, schoonmaken. Hè? Doet u ook een sport? Een beetje skaten. Vindt u dat leuk? Jawel, anders zou ik het niet doen, hè? Doe jij een sport? Nee. Wat doe je allemaal in de vakantie?
Mijn vriendje spelen, mijn vriendje komt logeren, fietsen, skaten ook. Allemaal dingen. wat speel je dan? Maar we gaan meestal gewoon fietsen, in het bos. dus... Nou, dat was het. Oké. Nou, wat had hij even met water te maken? Zochtens spoelt Bahati zich met water fris. Dat doet hij altijd als er genoeg water is. Heel vroeg in de morgen moet moeder op pad. Zij had steeds het water en nooit meer ze eens wat. Hallo Bahati van de rivier. Kom steeds het water naar hier, naar hier. Hallo Bahati van de rivier. Kom steeds het water naar hier. Heel vroeg in de morgen moet moeder op pad. Zij had steeds het water en moest nog eens wat. Maar daar is het water en de douche zich mee. En dus is het altijd vrolijk met water. Hallo Bahati van de rivier. Kom steeds het water naar hier, naar hier. Hallo Bahati van de rivier. Kom steeds het water naar hier. Ja, lieve kinderen, en dat was het dan weer voor vandaag. Volgende week zijn we er weer op dit net, het net van Kindernet, ofwel TVE. Willen jullie meedoen? Dan mag je me natuurlijk altijd bellen op het nummer 6202970. En ik herhaal het telefoonnummer nog een keer. 6202970. Voor de volwassenen die hebben gekeken, Kollekind kan bestaan als wij sponsors hebben en als wij commercials krijgen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wij zoeken dat in de vorm van commercials die met kinderen te maken hebben. Kinderschoenen, kinderkleding,